Uh, nou, sowieso veel sterrenbeelden is hij kreeft. Dus uh, dat wil al zeggen dat hij een hele gevoelige persoonlijkheid is. Mm. Um, ja, daarnaast heb ik ook zijn geboortedatum geanalyseerd om het nog iets persoonlijker te maken. Zeg maar. En ja, wat ik eigenlijk heel erg mooi vind, is dat ik qua numerologie een hele bescheiden man zie. Die Eigenlijk het heel erg moeilijk vindt om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. Daarom vind ik dit zo heel erg mooi wat er met jou uh, ja, gebeurd is. Zeg maar. En uh, ja, dat is ook een stukje levensopdracht voor jou, van uh, ja, jezelf wat meer uh, ja, centraal durven stellen en wat meer voor jezelf opkomen. Want jij bent een heel verzorgend mens naar anderen toe, dat doe je heel makkelijk, ook voor anderen klaarstaan. Maar ik denk dat het nu ook echt wel tijd is om eens een keer voor jezelf. Uh, klaar te staan om het zomaar te zeggen. En klopt dat een beetje? Je zit zo te lachen, klopt. Het? Nee, nee. Nou, ik kan niet zeggen dat ik ik ben bescheiden, maar uh, niet in het, in het naar buiten treden. Dat ik zo zeggen. Oké. Okay. Ik, uh, ik durf best uh, mezelf te, te presenteren. Dat ik zo zeggen. Ja. Dat moet ook wel. Anders had je dit nooit nee. denk ik durven en, en, en kunnen doen. Okay. wat ik nu gedaan heb. Ja, ja dat want, is natuurlijk ja, wel zo. Maar is, ik zing ze sinds mijn zevende. En uh, op een gegeven moment krijg je solo's toebedeeld en, en, en er worden steeds meer. En dan moet je ook vaker toch uh, voor de groep uh, staan. En dat, uh, ja. dat ambieder ik op een gegeven moment ook. Ja. Oké, okay. ja. Esther, wij komen straks bij het terug, want ja. waar gaan we het dan over hebben? Uh, we gaan het over de steenbok hebben. Want uh, mm -hmm. sinds gisteren zijn we weer uh, ja, dat sterrenbeeld ingegaan, oh, ja. zeg maar. Oh, leuk. Dus, uh,